wat er misgegaan is, is dat die vloer die in de kerk lag, deze vloer, die is door gaan zakken. Deze richting. Dus die vloer die hebben ze gestort en die is gaan hangen op die fundamenten die hier zitten. Die kolommen die zijn met getrapte verderingen, gemetselde verderingen uitgevoerd. Dus wij hadden dat vermoeden dat tot problemen zou kunnen leiden. Want het plan van de architect was om op de bestaande vloerverwarming te knopen. En dan een dekvloer eroverheen te smeren. Maar ja, als je ondergrond niet goed is, dan leidt dat tot narigheid. We hebben buiten sonderingen uitgevoerd. En dan, bijvoorbeeld dan breng je een stalen stang de grond in met deze diameter. En er zit meetapparatuur in en dan kun je de weerstand in de grond meten. Als je door bagger en veen heen gaat, dan gaat het heel makkelijk. En als je in zand komt, dan gaat dat een stuk moeilijker. Okay. Zand, dat kun je niet verdichten. En als je daar op gaat staan en een beetje trilt, dan zak je naar beneden. Dus dat is een verkeerde korrel geweest. En dat tijdens het storten van die vloer zijn ze daar achter gekomen. Maar ja, toen was het al te laat. En toen hebben ze die vloer die toen al tijdens de werkzaamheden al door ging zakken, dat zand er ging weg, hebben ze hier houten balken opgemaakt en die met ankers vastgezet. En daar vloerhout op de banken vastgeschroefd, zodat toch de boel stabiel werd. En wat gaan wij nu doen? Dat zullen we zo zien. Dat verkeerde zand halen we eruit en er komt schuimbeton in. Dat is heel licht, dat is lichter dan zand. We hebben ongeveer het kwart van de massa van beton. En er komt een isolatielaag op en een nieuwe betonvloer. Nieuwe betonvloer, er komt wapening in en ook vloerverwarming. Dus je ziet daar in die gevel stalen balken liggen. Ingemetselde stalen balken, die zijn gaan roesten. En die, als de ijzer gaat roesten, dan zet het uit. En dat kan wel 7 keer zo dik worden. Zo. En dat tilt gewoon het metselwerk op. Nee joh. Ja, dus daar moeten we nog wat mee. Ja. Nou ja, nu kun je kunt ze helemaal bloot hakken en dan conserveren, maar dat is nogal een klus. En je kunt er ook een stroompje op zetten, kathodische bescherming. Dan zet je een beetje spanning op, dan moet je gewoon blijven doen, een lage spanning, en dan stopt oxideren. Dus dat is, ja, dat wordt vaker toegepast. En misschien is dat hier wel een goede oplossing. Zo, ja, dit is echt het oudste deel. En dat gebruikten de Romeinen veel om die vestingen te bouwen, zoals bij Castellum en zo hier bij Alphen. En hij zegt, je best kans, en hier zit er ook een, gebruikt is vanuit die Romeinse puinhopen. Hergebruik, ja. Oh, wat leuk. Hier heeft vroeger een boog gelopen, zie je dat? Ja, zo. Ja. En want als je van die kant af zou kijken, dan zie je tegen die kopkant van die toren, zie je ook zo'n zadeltakprofiel. Dus vroeger was dat een kleine kerkje. Want waar nu die kolommen staan, dat was vroeger een buitengevel. Dat hebben ze later. Dus die buitenmuren gemaakt. En, dit was oorspronkelijk een katholieke kerk. Die situatie die we nu krijgen met een plein, dus een open ruimte, was vroeger ook zo. Stond er geen bank. Okay, en wanneer is het klaar? April. April. Zo. Oh. Dat is best ambitieus. Ja. Het zou eerst met de kerst klaar zijn, maar toen kwam nog gedoe met die vloer. Dan moet je eens berekening, vergunning aanvragen voor zo'n wijziging. En al dat uitgraven, dat breken, dat kost ook tijd. Dus het wordt eind april. Bijna geen doei. Bijna geen doei.